En Lukaku! Oh! Vinicius, oh mooie knal, geweldige goal! Stones kop, daar is Haaland. Voor Mbappé, eerste kans en de goal! Gnabry, Vader! De Bruyne, oh De Bruyne! Oh, Courtois met een geweldige hand! I've always dreamt of winning this competition, so now I'm gonna touch that cup. Dag iedereen, welkom bij de Champions Club, speeldag 2 van de UEFA Champions League groepsfase coming up. Dinsdag en woensdag weer 8 wedstrijden die we live gaan volgen, allemaal op de televisie bij PIX Plus Sports. Maar vandaag al in onze podcast 40 minuutjes vooruitblikken op die nieuwe Champions League speeldag. En dat doe ik met twee absolute voetbaldieren, gevaarlijk zijn ze niet. Wim de Koning, Michael van Varenberg, dag mannen. Dag Nicola. Hoe is jullie weekend geweest, jongens? Rustig. Mijn midweek was leuker, eerlijk gezegd. Ja, ik moet zeggen, Michael, ik ken weinig commentatoren die hun voorbereiding zo grondig doen als jij. Je had de Baskische derby afgelopen weekend voor de collega's van Eleven. Je bent dan maar gewoon naar het Baskeland geweest vorige week. Ja. Bilbao, Sociedad. Dat is je echt inleven in een wedstrijd. Ja, ik ben niet in het stadion van Real Sociedad geweest, maar wel in het stadion van Atletico Club. Is dat toeval, Bilbao, die timing? Ja, want ik wist eigenlijk niet dat ik op de planning op die wedstrijd opgezet ging worden in het weekend. Maar het was wel leuk. Ik moest mij minder voorbereiden, want ik was aanwezig bij de vorige match. Ja, je bent als VIP naar de thuiswedstrijd van Bilbao tegen Getafe geweest. Ja, als VIP, dat was ook een leuke verrassing, want... Ja. Wat gebeurt wel is dat wij af en toe eens een keer vragen om, kun je een ticketje regelen? En dan is dat een normaal ticket. En dan zit je gewoon op een goede plaats in de tribune tussen het gewone plebs, zullen we maar zeggen. En nu werd ik redelijk verrast door het feit dat er VIP-area op stond. En dat was dus met gratis drank en eten. En in een culinair mooie stad als Bilbao is het ook lekker eten en de drank. Ja, goed geregeld van Michael, Wim? Amai, ja, maar goed, hij is wel wat thuis in het Spaanse voetbal natuurlijk. Hè? Ja. Dus ja, ze zullen hem daar onderhand ook al een beetje beginnen kennen, toch? Ja, misschien wel. Hè. Af en toe ook al in een Spaanse krant gestaan, hè, met zijn analyses. Michael, 3-0 werd het, hè, voor Sociedad tegen Bilbao. Ja, La Real was een maat of 3 te sterk eigenlijk voor Athletic Club. Terwijl eigenlijk Bilbao boven Real Sociedad in het klassement stond. Maar de thuismatch, de sfeer, een Take Kubo die een geweldige doen was, dat heeft een... eigenlijk voor beide grote rivaal geholpen. Ja, ik vraag dat, want het is relevant. Hè. Sociedad speelt ook in de Champions League. Ze hebben Inter in bedwang gehouden op de openingsspeeldag. Dat is ook al niet verkeerd. Mm-hmm. Ze zijn er voor het eerst bij in 10 jaar. Ja. De laatste keer was nog met Antoine Griezmann in het shirt van Real Sociedad. Ze snakten echt wel naar dat kampioenenbal. En ze gaan ook geen mal figuur slaan, denk ik. Nu tegen Salzburg. Salzburg ook verrassend gestart aan hun campagne, maar... Ik geef ze daar wel een kans eigenlijk in Oostenrijk om ook een eerste 3-punter te pakken. Was dat de enige echte verrassing van de openingsspeeldag, Wim? Dat Salzburg ging winnen op Benfica in groep D? Toch de grootste. Hè? Ja. Als je ziet met welk een jong elftal ze dat altijd wel weer doen. Maar met geweldig veel talent natuurlijk. Ik vond ook wel het feit dat Real... zoveel moeite had met Union Berlin en tot helemaal in de blessuretijd moest wachten om uiteindelijk alsnog te winnen. Vond ik ook nog wel een verrassing. Minder natuurlijk door het feit dat ze dan toch de 3 punten pakten, maar toch... maar goed, dat is ook een beetje Real natuurlijk. Die komen altijd wat trager op gang. In de Champions League, Ancelotti weet hen altijd wel tegen dat de prijzen uitgedeeld worden, hun in topvorm te krijgen, blijkbaar. Ja. En Benfica, vorig seizoen een van de verrassingen. Ze staan nu wel al onder druk. Ze moeten nu naar Inter. Ja. Lastige verplaatsing, gezien het vormpeil van de Italianen. Ja, zeker. Wel gewonnen van Porto. Dat zal hen misschien een boost geven. Porto wel na 18 minuten al met een rode kaart. Dus een rode kaart in de topper tussen Benfica en Porto. Heel erg verrassend. En is niet dat, Pepe, maar wel Cardoso. Die hem flankeert. Dus ja, dat ze dan uiteindelijk tegen Porto wonnen, was ook wel logisch. Hè. Al was het nipt. Natuurlijk hebben we wel wat kwaliteit ingeleverd daar diep in de spits. Ja. Gonzalo Ramos, die weg is, dat mag je toch niet onderschatten. Die Maria is terug en hij scoorde. Ja, hij scoorde. Ja. Hij maakte de goal. Maar ja, je verwacht natuurlijk dat Benfica het geweldig doet weer, zoals vorig jaar. Het was een kwartfinale tegen Inter, dat herinner ik mij nog. Mm-hmm.
Maar dus één keer nu, wel... Wim, ja, je sterk. Hebt het daarnet ja. nog ja. aan me verteld. Lautaro Martinez, 4 keer gescoord op een half uur. Ja, kwam er in de 55e minuut. Het was nog 0-0 in Salernitana. En maakte er dan opeens 4. Ja, het wordt wel van hem een beetje verwacht daar in de spits natuurlijk. Hè. Dzeko en Lukaku weg. En als je dan Arnautovic en... Sanchez haalt. Ja, oké. Okay. Thuram. Ja, Thuram is wel ja, doet het, dat is een aanwinst. Ja. Maar goed, als je dan op de twee anderen moet gaan rekenen, alle twee 34, ja, dan gaat het van Lautaro Martinez moeten ja. komen. Benfica op bezoek bij Inter. Er zijn heel veel leuke affiches deze week. We gaan in deze podcast niet de tijd hebben om ze allemaal te bespreken. Maar de meeste topploegen hebben hun favoriete rol waargemaakt op de openingsspeeldag. Overwinningen voor PSG, voor Man City, voor Real, inderdaad, voor Bayern, voor Napoli en voor Arsenal. Misschien moeten we met die laatste ploeg beginnen. Michael, ik weet, je... Ik heb er een stevige boon voor. Ja, je verkondigt dat wel eens op Twitter of op X of hoe je het ook wil noemen. Waarom eigenlijk? Arsenal, de voorliefde? Thierry Henry. That's Toen is het begonnen. Ja. Ik ben zot van Thierry Henry. En zelfs de matige periode, decennium bijna? Ook doorsparteld, ja. Maar dan waren er nog wel goede voetballers. Hè. Het is niet alleen Thierry Henry. En daarvoor had je ook al wel goede voetballers. En rond dat elftal, die Invincibles van 2004, waren er nog wel goede voetballers uiteraard. Hè. Bergkamp, Pires. Ik zie aan je ogen de fonkeling als je erover praat. Ja, dat het echt maar wel zelfs, ik heb het ook voor zit. Jack Wilshere bijvoorbeeld, Aaron Ramsey. En dat is al wat anders, Wim. Dat is een iets lager niveau. En ze hebben ook iets minder kunnen presteren. Ja. Dat is meer de eindfase van Arsène Wenger. Toen Arteta, huidige trainer, daar ook nog speler was. Maar het is een soort DNA in die club. Het mooie voetbal, dat spreekt mij echt helemaal. En het mooie voetbal, Wim, was er. We waren bij Arsenal PSV. Hoe goed waren ze? Zeer goed. Ik moet zeggen, ik heb met grote ogen zitten kijken tegen een PSV dat hen wel een beetje hielp. In die zin dat ze... Mag ik zeggen, naïef? Zeer naïef voetbalden. Zoals alle ploegen van Peter Bos. Ja. En je denkt aan de rust gaan ze misschien een klein beetje bijspijkeren. Maar dat was niet het geval. Ze deden gewoon net hetzelfde. Zeer offensief. Veel ruimte laten in de rug. Defensie ook niet het allersterkste bij PSV. In Nederland is dat geen probleem. Maar op dat niveau wel natuurlijk. En Arsenal heeft daar goed van gebruik gemaakt. Ik moet zeggen, ze hebben mij echt wel kunnen bekoren. Ik las ook wel dat in Engeland en zelfs bij de club zelf, bij de supporters, wat voorbehoud is over het niveau wat ze brengen. Maar wat ze daar lieten zien in die wedstrijd, dat was echt wel het beste, denk ik, wat we gezien hebben die eerste twee dagen in de Champions League. Ja. Odegaard, Saka, Jesus, Trossard, flinke voorlinie. En zelfs Havertz heeft gescoord, Michael, tegen Bournemouth. Een penalty, ja. En zag je de reactie en de ontlading, de opluchting bij de Duitser? Ja, en ook bij de medemaats. Vooral vonden dat hij eindelijk dat doelpunt. Dus hij ligt wel goed in de groep. Ja, het is teken dat er daar toch een goede sfeer heerst, want dat is belangrijk. Er komt iemand bij, die, wat heeft hij? 70 miljoen gekost. Dat is allemaal dankzij een hond, hè, trouwens, dat er een goede sfeer is. Want ze hebben op de ploegfoto, kan je het ook zien, ze hebben een mascotte. En dat is zo'n chocolabrador. Win heet hij, toepasselijke naam. En van wie is die? Die is gewoon van heel de ploeg. Dus, het is geen en moeten ze die elke beurt mee naar huis nemen? Geen idee, wie dan de kakjes moet opkuisen en zo. Verder moeten onderzoeken. Maar het is wel... Om beurt ermee gaan wandelen. Echt goed aan elkaar. Zie je. En ook zelfs Trossard, die veel op de bank zit. Maar als hij er dan inkomt en belangrijk is, dan zie je bij hem ook meteen de brede glimlach. Dus ik heb echt wel het gevoel dat die kleedkamer, dat Arteta dat op soms absurde manieren, maar wel goed gemanaged heeft. Ja. Iedereen herinnert zich nog die training vorig jaar waar ze boksen op het veld hadden gezet om You'll Never Walk Alone in de sfeer van Anfield te repliceren. Iedereen denkt, ben je gek? Maar ze hebben nog blijkbaar de maandag voor de Champions League hebben ze datzelfde gedaan met de Champions League hymne, die ze zo lang niet meer gehoord hadden. Nicola is ook degene die hen als favoriet naar voren geschoven heeft, als enige van de kenners. Dat durf je niet te jinxen. Nee, maar als je ze hebt zien spelen, dan zouden we wel eens heel ver kunnen geraken. Dat was echt wel een kippenvel moment trouwens, die hymne. Door het Emirates Stadium, bij de supporters en bij onszelf als commentatoren. Jouw wedstrijd van morgen, Lens-Arsenal. Mm-hmm. Lens, wat denk je, wat verwacht je? Zijn ze er klaar voor? Ze zijn heel slecht aan het seizoen gestart, maar hebben nu de voorbije twee wedstrijden wel eindelijk eens kunnen proeven van de overwinning. Vice-kampioen in Frankrijk, maar één puntje minder gehaald dan PSG. Wel wat vertrekkers natuurlijk, met Fofana, met Openda uiteraard.
Maar ik was wel verbaasd dat ze zo matig gestart waren aan de campagne in de Ligue 1. Ik heb ze ook tegen PSG moeten doen voor de conculega's van Eleven. En dan heb ik ze ook tegen Sevilla gedaan. In het begin dacht ik, ja, nee, het is slecht. Het is echt niet goed genoeg. Het is geen Champions League niveau. Ze zagen ook echt af in die eerste helft. Maar ja, die coach die kreeg er dan, naarmate de wedstrijd vorderde, er wel weer die fantastische looplijnen in. En iedereen werkt hard. En het zijn niet de bekendste namen, maar het is zowel een team dat je niet kan onderschatten, omdat ja, truitje nat mentaliteit daar wel standaard is bij Lens. De andere wedstrijd in de groep is PSV-Sevilla. Ik wil nog even terugkomen op David Raya. Ja, de keeper van... Je was onder de indruk, hè? Ik was erg onder de indruk. Hè. Hij had, Ramsdale deed het eigenlijk ook niet slecht. Nee, Ramsdale is een goede keeper. Hè. Alleen Raya, Arteta, lag er een klein beetje voor onder vuur. Want tegen PSV was het pas zijn tweede match. Had 3 dagen voordien zijn debuut gemaakt. 1,83 meter. In Engeland denk je van, nee. Hè, ze moeten bijna 2 meter zijn met al die hoge ballen en zo. Maar met zijn voeten, fenomenaal sterk. Maar en daarvoor heeft hij hem... Ze deden de aftrap, Michael. En hij was 15, 20 meter buiten zijn baklijn gekomen. Ze speelden de bal ineens naar hem. En hij lanceerde dan al de eerste aanval. Afgekeken van de... Ja. Mentor van Arteta natuurlijk, ja. Pep Guardiola, okay. Hoe dat hij dat met Ederson doet. Ja, maar is even goed als Ederson, maar is dan een rechtsvoeter. En ja, legt ze allemaal op de stropdas. Ja. En hoe kijk jij daar eigenlijk naar als ex-doelman dat er zo teams zijn? Want je hebt het ook bij een paar andere ploegen, hè, zoals Sevilla, waar Nicola zo meteen naartoe wil. Waar ook niet echt een hiërarchie is, waar je eigenlijk twee kwaliteitsvolle eerste keepers, potentieel eerste keepers hebt. Dat is een nieuw ding dat bij het moderne voetbal lijkt te horen. Hoe kijk jij daarnaar? Want ik vind, is dat niet gevaarlijk om niet af te lijnen van jij bent de absolute nummer 1 en je speelt alles? Ja, maar dat is... Want één fout is fataal, hè? Want dan gaat Ramsdale er weer in komen. Hè? Dat weet ik niet. Of hij Raya er zomaar gaat uitzetten. Wel, allee, ja, oké. Okay, toen hij inderdaad een aantal goede reddingen deed, want hij leek ook nog wel heel erg klemvast te zijn. Werd niet echt zwaar op de proef gesteld. Maar wat hij moest doen, deed hij geweldig. Niet alleen maar met zijn voeten, maar ook met zijn handen. Dus het was echt wel een ontdekking. En telkenmaal switchte de camera naar Arteta. Zo van, oké, hoe reageert hij daar nu op? Want... En met die geweldige redding tegen Tottenham, ook naar Ramsdale, die dan applaudisseerde van op het bankje. Okay, ja, dat weet je natuurlijk als dat de camera daar gaat naar switchen. Dus ja. Maar goed, ook dat lijken ze daar goed te managen. Maar voor mij was het echt wel een openbaring en ben toch benieuwd hoe ver ze daar gaan geraken. De andere wedstrijd dus PSV tegen Sevilla. PSV dat het maximum van de punten nog heeft. 21 op 21 in Nederland. En ook een doelsaldo van plus 21. Dus in de Eredivisie gaat het wel goed. En Sevilla met Luke Bakio, daar kijken we ook naar uit. Natuurlijk Bakayoko en Vertesse bij PSV. Wedstrijd waar we ook live naartoe gaan in Eindhoven, want veel Belgen die in actie kunnen komen. Maar Antwerp, daar moeten we natuurlijk ook over hebben. We hebben maar 40 minuten, dus gaan we het ook over de Great Old hebben. De kennismaking met de Champions League was niet super aangenaam. 5-0 verlies in Barcelona in de openingswedstrijd. En we kunnen even bellen, want er hangt iemand aan onze lijn. Dat is niemand minder dan Vincent Fieris, notoire supporter natuurlijk van de Great Old. En normaal gezien ook speaker. Dag Vincent. Goedemiddag, heren. Hallo. Vincent, jij gaat helaas de eerste thuiswedstrijd in de Champions League missen. Of toch de aftrap, morgen. Of overmorgen. Dat is onwaarschijnlijk, ja. Ik ben nu bijna 4 jaar stadionspeaker bij Antwerp. En het is zo dat ik als hoofdberoep zeg maar een radioprogramma presenteer bij Q-Music. Dat tot 7 uur duurt. En deze wedstrijd, deze thuiswedstrijd, is gelukkig de enige. Het begint al om 6:45, dus ik haal de wedstrijd niet. Hoe hard heb jij gevloekt toen je dat hoorde? Ja, dat wel. Maar ik wist op voorhand van, de kans bestaat wel als ik die namen zie, dat die wedstrijd tussen Shakhtar om 6:45 wordt gezet en niet het grote slot om 9 uur krijgt, zeg maar. Maar ik was dan tegelijkertijd blij dat de wedstrijd tegen Barcelona en Porto wel om 9 uur zijn. Dat kan ik er wel zijn. Dus, ik heb gevloekt, maar het was ergens ingecalculeerd. Ja. Vertel eens, Vincent. Normaal gezien ben je dus speaker. Hebben ze al iemand gevonden om jou te vervangen? Hoe gaan ze dat oplossen? Ja. Dat hebben ze wisten op voorhand natuurlijk dat dat kan en kon gebeuren. In vorige gelegenheden, want het gebeurt niet zo super vaak, heeft de DJ dat ook overgepakt. Ik weet niet of dat morgen ook het geval gaat zijn, want
Het is veel als de UEFA een match kon organiseren in een stadion. Dus ik vermoed dat ze wel iemand anders het er niet getoverd hebben. Vertel eens, wat verschilt er eigenlijk als het een Champions League wedstrijd is tegen AEK Athene? Was je wel speaker. In vergelijking met de Pro League, verandert dat voor jou qua workload iets? Je merkt dat vooral overal een beetje. Hè. Die mannen van de UEFA die pakken hun stadion over, die vallen half de parking en de tribune in, die veranderen het wachtwoord van de wifi en je moet volgen. En die leggen een atomaschrift met timings op je bureau en zo zal het zijn. Dus dat zit in reclameboodschappen die volgegeven moeten worden op het moment dat er normaal moet omgeroepen worden. En zo. Heel die timing en die flow zit anders en verandert, maar zij denken dat voor u uit. Want zij gaan ervan uit, als er iemand anders moet denken, zijn er denkfouten. Ja, dus het is een machine, de UEFA. Dat is een goed gerodeerde, geoliede machine. Maar bon. Vincent, misschien het sportieve toch ook even bespreken. Voor de Antwerp-fans was het een ontgoocheling, die 5-0. Hoe heb jij het beleefd daar in Barcelona, die wedstrijd? Ja, ik denk als je die wedstrijd ziet, kunnen wij dan niet anders concluderen dan dat het terecht was. Wat het nog altijd heel jammer en pijnlijk maakt. Maar bon, je moet die knop denk ik kunnen omdraaien. En ik denk de wedstrijd die er nu is aan te komen is veel, maar dan ook echt veel belangrijker. Als je die derde plek ambieert en iets wilt betekenen in deze groep, moet je thuis tegen Shakhtar een resultaat halen. En dan is 0-0, zoals de voorbije drie wedstrijden, gewoon niet goed genoeg. Dus ik denk dat morgen de teleurstelling overmorgen de teleurstelling veel groter zou zijn, moest het daar ook totaal niet lukken. En verwacht je er veel van? Van die wedstrijd. Verwacht je dat het weer gaat lukken om te scoren? Vincent, wat loopt er mis volgens jou? Er wordt veel gezegd van oké, Jansen zit niet in de beste vorm. En dat zal ongetwijfeld waar zijn. Maar ik vind ook dat hij redelijk weinig in stelling wordt gebracht. Ik vind dat onze flanken het niet briljant doen de laatste weken. En het technische vernuft van Stengs wordt soms toch nog wel gemist. Dus ik denk dat het een beetje een combo van die dingen is. En er moet eens iemand opstaan die wel in een goede vorm raakt en wel dingen doet die niet voorspelbaar zijn of vanzelfsprekend zijn. En dan schiet die machine wel weer aan, want die organisatie staat er. Hè. Het zit in het creatieve luik aan de overkant. Ja, ik zie hier knikkende kopjes bij Michael en bij Wim. Wim, analyse van Vincent. Ja, klopt volledig. Ja, je ziet wel dat hij het van heel nabij volgt. En het is inderdaad... Ja, duidelijk dat Jansen minder in vorm is, maar dat hij ook niet in stelling gebracht wordt. En die buitenspelers, Kerk. Okay, Mouya vond ik dan wel goed op KV Mechelen. Ook net onder het Champions League niveau. Hè? Ja, maar goed. Op Belgisch niveau moeten ze nu ook wel die goals gaan maken. Ja. Hè? Ekkelenkamp en Mouya waren wel gevaarlijk, maar Jansen was helemaal niet in de wedstrijd. En als hij niet in de wedstrijd zit, ja, dan is het niet onlogisch dat je geen goals maakt. Mm-hmm. Dus... Oké, Vincent, je hebt wel het voordeel. Je gaat, dan zul je wel snel moeten zijn daar, of niet te veel pintjes drinken na de wedstrijd. Je kan ook nog naar je andere favoriete ploeg kijken misschien. City speelt later op de avond nog. Ja, titelverdediger. Hè. Dat is dan weer het voordeel als ze op een ander tijdstip spelen. Ja. Maar dat is die groepsfase, dat is daar iets meer op het gemak of zo. Dat is bijna een vanzelfsprekendheid, ook al stonden ze vorige speeldag plots achter bij de rust. Dus dat is nu nog minder spannend of zo. Dat leeft nog niet. Ja, maar jij gaat vooral pintjes drinken in tribune 4, heb je gezegd, hè, of niet? Ja, wel. Dat is dan het voordeel van het feit dat ik het niet haal. Ik kan voor het eerst in jaren nog eens tussen het publiek gaan staan. En daar kijk ik dan ook wel weer naar uit. Wel, we wensen jou heel veel plezier, Vincent. Niet te rap rijden na je radioprogramma. Je haalt die tweede helft wel. Dat komt allemaal goed. Dankjewel om even aan de lijn te komen. Enjoy. Graag gedaan. Bye-bye. Nou, Vincent Vierens mag tussen de fans staan. Dat is inderdaad even geleden. Wim, Shakhtar, tegenstander van Antwerp. Het is niet meer hetzelfde Shakhtar als vroeger. 1-3 verloren van Porto. En je ziet, dit is niet het niveau dat ze vroeger haalden. Nee. De Brazilianen zijn ook weg. Hè? Brazilianen zijn weg, maar zelfs vorig jaar toen de Brazilianen weg waren, gingen ze wel in Leipzig winnen. Opeens op de openingsspeeldag, heel verrassend. Nog wel met Mudryk. Tedesco kwam op die manier aan zijn einde, tussen aanhalingstekens. Ja, werd vervangen door Marco Rose toen na die wedstrijd. Het is een ploeg die je op geen enkele manier mag onderschatten. Je moet er wel van winnen en de kans dat je ervan wint als je Antwerpen bent is groot. Terzelfde tijd hebben ze ook wel weer veel jonge spelers die getalenteerd zijn. En hebben ze een Nederlandse coach die een beetje zoals Peter Bos
ook wel. Ja, Nederlands is open eigenlijk. Ja, dat deze tegen Porto ook. Oké, een thuiswedstrijd. Wel in Hamburg weliswaar, wat niet echt een thuiswedstrijd was natuurlijk voor hen. Maar ook toen er heel veel gaten gelaten werden in de verdediging, bleven ze maar aanvallen, bleven ze die backs dan toch maar omhoog duwen. En kregen ze ook wel kansen. Ze hebben wel kansjes gehad tegen Porto, hè? Niet onderschatten. Dus ze hebben nu ook van het weekend verloren. Thuiswedstrijd ook weer, maar dat is dan ook in Lviv. Ja. Dus niet onderschatten wat die jongens moeten meemaken. Ja, inderdaad, niet onderschatten wat ze moeten meemaken. Hè. Het is die oorlog die heel veel heeft veranderd. De kern is wel afgeroomd qua kwaliteit. Heel veel buitenlanders zijn vertrokken. Ik heb vorige week kunnen bellen met de trainer van Shakhtar. Het is inderdaad een Nederlander, Patrick van Leeuwen. Ja, en ik heb hem vooral gevraagd naar de gevolgen van die oorlog, hè, en hoe het is om trainer te zijn van Shakhtar in oorlogstijd. Op het moment dat je aan het trainen bent en er klinkt een alarm, ja, dan is het aan mij als coach om te zeggen, nou ja, we stoppen of niet. We hebben enkele wedstrijden gehad die onderbroken zijn. Dus ja, het is niet ideaal, maar oké, het is part of the job at the moment. En dat is hetgene waar je toch op blijft focussen, is dat je bent met voetbal bezig. Je haalt de gedachte van veel van je mensen weg bij de oorlog op dat moment, mocht er directe familie in de oorlog aanwezig zijn. Soms komt het wel dichtbij. Hè? Ik heb gelezen dat de broer van jullie doelman overleden was aan het front. Ik krijg een telefoontje van mijn teammanager die met de keeper zit. En die zegt, hij komt net bij me dat zijn broer is omgekomen en hij wil naar huis. Dus ik zeg, natuurlijk moet hij naar huis. Ja, en op het moment dat hij terugkwam, en dat was net voor onze wedstrijd tegen Porto, heb ik hem weer laten spelen. Omdat hij aangaf dat hij er klaar voor was en dat hij het een plaats had gegeven. Ja, mannen, als je dit hoort, dan relativeer je het allemaal wel een beetje. Hè? Die mannen spelen Champions League, maar in deze omstandigheden, dat is echt niet evident. Ze zullen ook de motivatie niet ver moeten zoeken, denk ik, om zich toch te bewijzen. En om ook gewoon de oorlog achter zich te laten. Hè? Ze kunnen dat als een uitlaatklep ook wel een beetje zien. Hè? Dat is waar. Je houdt inderdaad, wat Patrick ook zei, je houdt mensen weg met hun gedachten van bij die oorlog. Maar als je als doelman tegen Porto moet gaan keepen en je hebt net je broer begraven, die gesneuveld is aan het front, Wim. Ja, dat is niet evident. Je kan je niet echt focussen. Ik denk, trainer zegt wel, ja, ze kunnen even met de gedachten weg zijn van de oorlog als ze aan het voetbal zijn. Maar ik denk dat dat daar altijd zit, natuurlijk. Ja. En wat die keeper dan gedaan heeft, want we wisten dat wel, hè, toen ze tegen Porto speelden. Ja, hij keepte dan ook nog een zeer degelijke wedstrijd. Is ook de opvolger van Trubin. Die geweldige keeper. Benfica is die. Die is nu naar Benfica. Dat is ook de keeper van daar hebben ze wel wat geld voor gekregen. Een miljoen of tien, omdat hij geen buitenlander was. Ja, zeer goede keeper. Pjatov was ook een goede. Ja. Zit nog in de trainerstaf als keepertrainer. Maar terzelfde tijd heeft Patrick van Leeuwen ook Danny Schentenaar meegenomen. Ook een keepertrainer. Dus ze hebben er daar twee. Roetko is ook niet meer van de jongste. Ik denk een jaar of 31. Maar ja, goed. Pjatov heeft tot zijn 40ste Champions League gespeeld. Dus wat dat betreft hebben ze inderdaad een goede traditie. Nou, ik heb een half uur kunnen praten met Van Leeuwen. En eigenlijk viel heel erg op dat hij daar zeer zakelijk over is. Dat het wellicht al een jaar en langer aansleept. En dat het dagdagelijkse normaliteit geworden is, die oorlog. Maar het heeft wel gevolgen. En misschien ook op de fysieke toestand van de spelers. Want reizen in oorlogstijd, dat is voor Shakhtar echt niet evident. Ja, nou ja, uiteindelijk kan dat zijn dat je soms een training laat. Of moet laten, omdat je anders niet op tijd voor de vlucht bent. We hebben natuurlijk in te calculeren dat we niet binnen 5 minuten de grens overgaan. Je hebt de Oekraïnse grens, daar word je gecontroleerd. Dan heb je de Poolse grens, daar word je weer gecontroleerd. Het is niet zo dat we een vrijgave hebben om er even overheen te crossen om tijd te besparen. Dus ja, het kan wel eens zijn dat we gewoon 1,5-2 uur aan de grens verspillen. Ja. Dat is ook een factor, hè, om rekening mee te houden. Dat die vermoeidheid, de trainingen die al dan niet wegvallen. Dus ja, ze komen echt wel als underdog aan de start van die campagne. Ja, en niet alleen in Champions League-wedstrijden, maar ook voor de competitiewedstrijden gaan ze naar Lviv om te spelen. Eigenlijk verblijven ze vooral daar tegenwoordig. Zitten ze daar op hotel. Sommige spelers kunnen ook in de stad een appartement huren. Maar daar is het iets veiliger, in principe. Maar hun Champions League-wedstrijden, die spelen ze natuurlijk in Duitsland, in Hamburg. En Wim vermeldde dat al even. Dus ook daar heeft Patrick van Leeuwen aan ons verteld dat wel goed is dat ze weer voor het publiek kunnen spelen. Ze zijn met de verkoop begonnen voordat er eigenlijk al een wedstrijdplan was. Zonder tegenstanders hadden ze er binnen 2 weken 30.000 verkocht.
En toen uiteindelijk de namen van de teams in de groep bekend waren, hebben ze er nog 17.000 verkocht. Er zijn Oekraïners die die kaarten kopen. Maar er zijn ook veel lokale mensen. En dan denk ik dat dat komt omdat Hamburg zelf al jaren niet deelneemt aan een Europese competitie. Dat mensen toch denken van ja, dit is het beste wat ik kan krijgen zo snel mogelijk. Ja, die hebben een aantal goede tegenstanders en interessante wedstrijden. En ja, wij hebben een fantastische atmosfeer in het stadion. En een goede motivatie voor het spelen van voetbal. En Oekraïne onder de aandacht te houden dat er nog steeds een oorlog aan de gang is. Ja, en dat was ook onze bedoeling met dit gesprek met Patrick van Leeuwen. Er is ook een reportage die op onze televisieuitzending te zien zal zijn. Dat is dan woensdag in de aanloop naar de wedstrijd in de voorbeschouwing. Maar ja, het is echt niet evident voor Shakhtar. Pronostiek, toch misschien nog even, Wim en Michael. Antwerp, gaan ze de 3 punten kunnen thuishouden, wat cruciaal zou kunnen zijn voor Europese overwintering? Ja, ik hoop het. Oké, er waren bij Erik van Looy bijvoorbeeld voor de wedstrijd tegen Barcelona was er nog wel hoop dat ze bij de eerste 2 zouden eindigen. Na die match is het toch zaak om te zeggen van als je 3e eindigt, heb je het heel goed gedaan. Porto ook niet onderschatten. Maar dan moet je winnen van Shakhtar. En ik denk wel dat dat daarin zit. Hè. Ook die eerste Champions League thuiswedstrijd. Als ze al heel veel lawaai maken, 12e man in Antwerpen, zal het morgen nog wel meer. Op rij zonder doelpunten, dan krijg je het verhaal van de ketchupfles. Hè. Ja, misschien wel. Het lukt niet, het schudden. Nee. En Stanks die... Als het eruit komt, komt er ineens voor je. Maar dus het is niet 3-2 voor Antwerpen. 3-2, oké, dat is optimistisch. Ja. Oké, als we dan toch moeten pronosticeren, dan ga ik voor 1-0. Ik zie... Ik denk 1-1. Ze hebben ook wel 3 wedstrijden weer geen goal geslikt. Het is niet omdat Barcelona er opeens 5 maakt. Gelukkig hebben ze nog altijd wel die organisatie en die geweldige defensie. En die geweldige keeper. Dus wat dat betreft zie ik ze wel de 3 punten pakken. Mm-hmm. Wat wordt de andere match in de groep, Michael? Porto-Barcelona. Barcelona 1-0 gewonnen tegen Sevilla. Maar vorige week op Mallorca speelden ze 2-2 gelijk. En misschien heeft Mallorca daar getoond hoe je Barcelona het beste kunt aanpakken. Oh ja, en er was ook die wedstrijd tegen Celta de Vigo waar ze 0-2 achterkomen. Maar dan wel op 7 of 8 minuten tijd 3 keer scoren. Was Celta even fysiek als Mallorca? Ik denk dat Mallorca wel iets fysieker voetbal uitademt. Maar is Barcelona te pakken? Ik denk van wel. Het is niet omdat ze nog grotere namen hebben aangekocht in het tussenseizoen. Ja, ze zijn sterker, hè, sowieso. Ze maken ook meer kans om het verder te schoppen in de Champions League. Wat de voorbije 2 seizoenen eigenlijk niet is gelukt. Mm-hmm. En ook een Europees avontuur tout court zat er snel op. Maar ik vind nog steeds dat ze achterin wel af en toe iets te veel ruimte weggeven. Wie vooral dan? Ze hebben 2 zeer offensieve backs natuurlijk, met Balde en Cancelo. Dus het is... En ook niet en echt een verdedigende middenvelder. Ik vind Koundé een heel goeie. Ja, maar echt niet een verdedigende middenvelder als Oriol Romeo niet speelt. Hè. Ze spelen daar ook centraal met offensieve mensen. Kan dat een zwakke schakel zijn, Romeo? Want als je die aan de bal ziet, is het wel een pak minder dan wat we in het verleden zagen. Hè? Ja, maar ik denk... Ja. Je moet hem natuurlijk ook niet de taken geven, de plichten geven die in Sergio Busquets had. Hè. Het is een ander type voetballer. En met een zeer bedrijvige Gavi, die op elke positie eigenlijk wel lijkt op te duiken. En ook niet te beroerd is om in de duels te gaan. Hij doet dat ook enorm graag. En om zijn keeper bij te springen afgelopen weekend. Geweldige redding op de doellijn. Ja. Met het kruis, denk ik. Hij heeft ook 1,73 meter. En bij een hoekschop voor Barcelona springt hij hoger dan Koundé om nipt over te koppen. Dus hij doet werkelijk alles. En ik denk dat Romeo zeker geen slechte voetballer is. Maar we leggen de lat bij Barcelona misschien net iets hoger dan dat profiel. Maar dan heb je wel daar rond nog wel... uitstekende spelers. Mm-hmm. Het is nog wachten op Pedri, als die er dan nog eens bij komt. En Rafinha, is die nu... Die is voor enkele weken gekwetst. Ja, dat is ook een aderlating. Hè? Ja, Frenkie de Jong is ook al oud, dus die worden wel gemist. Maar ja, als je Rafinha niet kan gebruiken, heb je nog wel Ferran Torres, die weer zijn oude niveau lijkt te hervinden. Ja, João Felix. Fermin kwam goed in. Fermin Lopez. Ja, kwam heel goed in afgelopen. Xavi was er ook heel positief over die youngster, die nog maar net debuteerde. Dus, Barcelona-Porto, of Porto-Barcelona... Ik moet zeggen dat ik Porto nog niet te veel aan het werk heb gezien dit seizoen. Het is nog altijd Sergio Conceição, zeker. De namen zijn dezelfde gebleven, bijna. Taremi is nog altijd wel een wapen. Het zal moeilijk worden voor Barcelona, maar ik ga er wel vanuit dat ze 6-6 pakken. Ik niet, eerlijk gezegd. Ik denk dat het ook wel een gelijkspel zou kunnen worden. En ook dat fysieke van Porto, daar gaan ze toch ook wel moeite mee hebben. Ik moet zeggen, Galeno heeft heel veel progressie gemaakt, zagen we de vorige keer. André Franco. Dus ze zijn offensief.
collectief toch sterker geworden. Oké, de grote vedette is nog altijd de trainer. En echte namen zitten er niet in de ploeg, buiten Pepe. Dat is ook voor een deel hun sterkte. En dat is hun kwaliteit, ja. Maar die, op een paar dagen tijd gaat Barcelona wel tegen Ramos en Pepe gespeeld. Ja, ja. Ja, nu nog tegen José Font. Ja, die is ook 39, die speelt ook nog in de Champions League. Dus Toby Alderweireld heeft nog heel veel toekomst. Mm-hmm. Ja. Mannen, er zijn, zoals ik al zei, veel topaffiches. We hebben nog Napoli-Real Madrid, dat is voor dinsdag. We hebben Newcastle-PSG woensdag. Atletico-Feyenoord, ook nog interessant. Welke willen jullie er nog uitpikken? Welke kijken jullie het meeste naar uit? Napoli-Real toch wel? Nee? Ja. Doe je die match? Ja. Nee, Nicola doet hem. Nicola doet hem. Ja, ik vind Napoli wel... te veel ups en downs kennen. Ook dat verhaal met Osimhen en dan die social media. De Gazzetta titelde onlangs: dit team lijkt in geen 100 jaar meer op de ploeg die kampioen werd. Met Spalletti, ja. Kvaratskhelia had het ook heel moeilijk in het seizoensbegin. En Rudy Garcia stond eigenlijk al met anderhalf been in de uitgang. Want het liep niet zo goed. Maar de voorbije twee wedstrijden hebben ze telkens 4 keer gescoord en 6 op 6 gepakt. En ze staan eigenlijk, denk ik, toch in de top 4. Derde? Ze staan derde intussen. Ja, goed, ze staan er daar een paar gelijk met 14 punten. Ze staan op 4 punten van de gelijk. Met dat geweldige seizoen vorig jaar, dat is moeilijk. Hè? Bedoel, dat leek dat ook evenaren, bijna niet. Dat is onbegonnen werk. Maar ik zag ook wel, Kim is weg, centraal verdediger. En Rahmani en Jesus zijn oud. Dus je moet daar dan ook weer met nieuwe mensen spelen. Nathan, een Braziliaan, doet speelt er dan. En Östigard, die met ons vorig jaar ook al opviel. Ja, en het zal ook een beetje te zien zijn. Osimhen zat op de bank, die kwam in aan de rust. Heeft wel weer een goal gemaakt. Hoe hij zich, want ja, met... Nigerianen lach je niet. Dat moet je weten als je daar de social media doet. Nu wel wat gekalmeerd. Hij heeft zelf gezegd, het is weer tijd voor eenheid. Ik hou nog altijd van Napoli als stad en van de fans. Het was toch wel een risicootje om dat zo te doen. Er werd echt wel mee gelachen. Je absolute sterkhouder, de man die verantwoordelijk is voor die eerste titel in 30 jaar te kakken eigenlijk. Want daar kwam het op neer. Ja, daar kwam het wel op neer, eerlijk gezegd. Zeker en vast. Ik ben helemaal akkoord. Maar het lijkt een beetje weer oké te gaan dan sportief en extra sportief met de Napolitanen. Michael, Real Madrid, leider in La Liga. Topper gewonnen bij Girona afgelopen weekend. Bellingham weer beslissend. Ja. Hoe analyseer je de seizoenstart van de Koninklijke? Ze slagen er wonder wel in om altijd punten te pakken. Hè. Ik trek graag het parallel met hoe ze 2 jaar terug de Champions League hebben gewonnen. Hè. Dat was ook niet met oogstrelend voetbal, maar altijd op het juiste moment toch weten te treffen. Toen hadden ze nog geen Bellingham, maar waren er wel een paar anderen die, als het er echt om ging, om de knikkers, dan wel wisten te scoren. Maar ze missen echt heel hard Karim Benzema. Bellingham is een, ik heb het al eens gezegd, denk ik, het is een soort duct tape over... het gat dat daar eigenlijk gekomen is. Hè? Want hij speelt wat hoger. Ook door de blessure van Vinicius moest hij wat hoger spelen. De jongste wedstrijd heeft Ancelotti hem wat vaker terug in het middenveld geposteerd. Maar het blijft gewoon een aderlating. Hè? Niet alleen Courtois, maar ook vooral Karim Benzema. Ja, ze missen een beetje de X-factor daar. Maar duct tape, het is wel stevige duct tape. Bellingham is topschutter in La Liga op dit moment. Hij heeft, denk ik, 6 keer gescoord in de Primera División. Vaak ook beslissend. Dus ofwel ook tegen de winnende treffer of toch het verschil. De laatste 94e minuut scoorde hij daar de winning. Het was ook al duidelijk. Hè. Vorig jaar was degene die bij Dortmund, niet evident om bij Dortmund zo op te vallen, dat was ene van... Stak er met kop en schouders. Ja, met kop en schouders. Elke wedstrijd en ze missen hem daar ongelooflijk. Alhoewel ze het blijven wel goed doen, Dortmund natuurlijk. Maar er rust toch wel een zware druk op zijn schouders. Hè, voor heel veel geld gekocht en zo. Maar rugnummer van Zidane, absoluut geen probleem. En als hij dan het is niet alleen duct tape, maar het is ook een duck. Hè. Het water vloeit er vanaf. Hij is ook al nu de absolute chouchou van dat stadion geworden. Hè. Gelukkig hebben ze hem. Ja. En Vinicius komt ook wel terug uit blessure, dus die is ook weer klaar voor de strijd. Nog maar 1 maar, keer gescoord voorlopig. Ze zijn wel stilletjes aan het hervormen. Als je ziet met Camavinga, Tchouaméni, Valverde, daar gaan ze geweldig middenveld krijgen. Modric nog maar 3 keer, denk ik. En Kroos spelen minder en minder. Ja, maar goed, Rodrigo en Vinicius en dan Bellingham erbij. Ze zijn echt wel... En Mbappé, die komt dan... Als hij er dan nog eens bij komt, dan zijn ze weer vertrokken om voor heel erg lang topper te zijn. Hè. Atletico Feyenoord, Michael, ook een leuke match. Ik denk, maar corrigeer me gerust, dat Feyenoord daar misschien kan verrassen. Eén ding weet ik zeker, is dat Simeone zich aan Feyenoord gaat aanpassen. We hebben nu wel tegen Cadiz een remontada opgezet. En je ziet bij momenten wel dat Simeone zich toch
heeft laten overtuigen. Hij is geëvolueerd. Ze noemen het in Spanje dan gekscherend Cholo-Taka. Dus er zijn soms wel heel frisse combinaties. Cholo-Taka. Ja, heel snel in één tijd voetballen. Echt lekker, backt op niet, weekend gebeurde dat nog. Dus, maar dan ja, komen ze dan 3-2 voor en dan weet je weer van hij gaat nu niet vol een bak voor die 4-2 gaan en de tegenstander doodknijpen. Nee, het is direct de gebaren van kalm, pak je tijd. En dat krijg je er bij Simeone niet uit. En Arne Slot is denk ik wel een soort antithese van El Cholo op dat gebied. Ik heb ze nu dit weekend toch weer proper zien winnen van Go Ahead Eagles Feyenoord. Met een goede Stengs, met een goede Santi Jiménez, maar die mogen ze niet gebruiken, want die is nog geschorst van vorig seizoen. Nee, maar daarom ben ik heel erg benieuwd naar het tactische. Want hij gaat met 3 spitsen spelen, maar 3 spitsen die weg gaan lopen, weg gaan gaan van die 3 centrale verdedigers bij Atletico. Hoe ze zich daar gaan aan aanpassen. Ja, Ueda. Ik hoop wel één ding, en dat klinkt pijnlijk en misschien beledigend, maar ik hoop echt wel dat Axel Witsel niet in de verdediging nog gezet wordt bij Atletico. Die heeft de vorige match geen goede indruk gegeven. Hè? Nee, 2 keer allee, over zijn hoofd heen. Hij is te traag. Hij is nooit de snelste geweest, maar het is precies nog meer afgebot, die startsnelheid. En hij had boter op het hoofd bij beide doelpunten. En je voelt, want in de tweede helft heeft hij dan 40 minuten of 35 minuten toch als verdedigende middenvelder gespeeld, dat hij veel meer comfort uitstraalt als hij op zijn gewone natuurlijke positie eigenlijk gezet wordt. Veel geblesseerden ook nog, hè, bij Atletico. Ja, nu keren die wel allemaal terug. Ja, Correa is terug, Rodrigo de Paul is terug. Ja. Savic was al fit, maar werd nog gespaard. Ja. Dus ik ga er wel van uit... Koke. Die speelt al terug. Die speelt al terug ook. Dus ik ga er wel van uit dat Jiménez, Savic achterin gaan gezet worden. En als Witsel er als derde dan bijgezet wordt, valt dat ook beter mee, want hij heeft die geweldenaars naast hem staan. Maar dat was nu dit weekend niet. En ik hoop echt dat Simeone het licht heeft gezien en dat hij Axel Witsel gewoon laat spelen als verdediger middenvelder. Dat kan als invaller zijn natuurlijk. Het lastige is dat het op hetzelfde moment is, 7:15, als Antwerp tegen Shakhtar. Dus ja, we gaan toch vooral naar Antwerp kijken, denk ik. Heel kort nog, want onze tijd zit er alweer bijna op. Newcastle-PSG, wat verwachten we daarvan? Newcastle had het lastig op de openingsspeeldag, had zeker kunnen verliezen in Milaan. PSG won van Dortmund. Maar is niet zo goed bezig. Hè. Het is weer 0-0 tegen Clermont-Ferrand, die 2 punten hebben nu. Hè. Ze hebben maar 12 op 21. 12 op 21, ja. Dus en toch heb ik ze als kandidaat. Godverfde favoriet. Maar ja, waarom niet? 4-0 omdat... tegen Marseille ook wel, hè, een paar dagen. Ja. En ze voetballen echt wel heel leuk. En Ugarte heeft een hele goede indruk. Hebben ze de top... Verratti missen ze niet, heb ik. Hebben ze de topmatch en de druk nodig? Ja, oké. En Luis Enrique is nog altijd aan het experimenteren of zijn filosofie aan het implanten, denk ik. Ik moet wel zeggen, op korte ruimte, Kolo Muani is wat moeizamer toch wel. En we hebben veel gewezen naar Neymar en Messi, die geen moderne voetballers meer waren, zeker niet in balverlies. Maar in balbezit konden die nog wel eens met één actie iets forceren. Nu moet het wel van Mbappé komen. Ik denk komen. Wel dat het bevrijdend werkt. Dat die tuurlijk. Je speelt weer met een team. Hè? Het is nog te veel het typische Luis Enrique gebrei dat we van bij de Spaanse nationale ploeg wel kennen. Ja. Maar als ze stoppen met breien en die steek naar voren inzetten, dan houdt niemand PSG tegen. Nee, maar Hakimi ook. En Nuno Mendes moet dan ook nog... Maar Newcastle wordt een serieuze test, toch? Ja, alhoewel... Ik toch in St. James Park. Jazeker. Ik heb ze een paar keer gezien waarbij ze mij niet echt bevielen. Maar, behalve tegen Sheffield United toen ze met 0-8 wonnen. Natuurlijk. Ja, wel. Maar goed. En dan maakt het natuurlijk wel veel of Tonali speelt of niet. Want hij was een aantal keer niet bij. En Isaac, of die erbij is... Maar ja, mooie test voor PSG. Ja, ook alweer een geweldige topper. Andere wedstrijden die we hier niet meer in detail gaan bespreken. In groep A, Kopenhagen tegen Man United. United dat ook in vieze papieren zit toch wel. Galatasaray, 3 Mertens zat op de bank afgelopen weekend tegen Bayern München. In jouw groep hebben we ook nog Rode Ster tegen Young Boys en Leipzig tegen City. Zei ik het verkeerd, mannen? Ja, United, het is Kopenhagen, ja, het is waar. Man United zit al met de volgende speler. Man United tegen Galatasaray, inderdaad. En Kopenhagen tegen Bayern München. Goed dat Michael van Varenberg wel oplet. En Rode Ster tegen Young Boys, zei ik dus, en Leipzig City. Heel kort nog pronostiekje bij die wedstrijd. Dat is Openda tegen Doku. Michael, jij doet hem. Geef commentaar.
1-3? Vorig jaar was daar 1-1 en een week later 7-0. Ja. Ja. Weet je nog, met of zonder Kevin De Bruyne. Kevin is er nu niet, dus ze krijgen het moeilijk. Want City zit, oké, in een wat mindere periode, tussen aanhalingstekens. Maar drie keer na elkaar verliezen zou erg zijn. Degene die De Bruyne doet vergeten, is toch wel Alvarez, hè? Ja, tuurlijk. Maar op een soort andere positie, ander spel. Ja, want hij kan wel Haaland zo niet bereiken zoals Kevin dat wel deed. Nee, maar hij wordt ook wel uitgespeeld als een soort... Tien? Ja. Man die in het middenveld zich mag begeven, terwijl eigenlijk een spits is. Ja. Mannen, we zouden nog een uur kunnen verder praten. Ik weet het, maar we gaan er toch mee ophouden. Ik ga jullie bedanken. Michael van Varenberg, veel plezier met je matchen deze week. Hetzelfde voor jou, Wim. Dank de studio en ook naar waar? Naar Antwerp. Naar Antwerp, Shakhtar. Tegen Shakhtar. Kijk, op de Bosuil. Kijk, wij volgen alles bij PixPlus Sports. Elke minuut, elke goal, elke actie. U weet het. Morgen en overmorgen hebben we de Multilife. Tot dan.